Hey, goedemorgen. Het is 1:15. Steven en ik zijn gewoon echt urenlang in bed blijven liggen. Wij houden daar echt van gewoon lekker lang knuffelen en gewoon niks doen. Ik heb wel eens een vriendje gehad dat echt, als hij zijn ogen opende, dan sprong die gewoon meteen uit bed. En dat vond ik zo ongezellig. En gelukkig is Steven gewoon zo'n troetelbeertje die ook gewoon houdt van gewoon lekker urenlang in bed liggen zonder per se iets te doen of zo. Wij moeten nu gaan inpakken en daarna willen we nog even in het zwembad gaan zwemmen. We hoeven pas om 5 uur uit te checken wat heel relaxed is. Dus we hebben nog zeker 3 uur en 3 kwartier. Dit is de status van de hotelkamer op dit moment. Dit is allemaal zooi van mij. En nog meer zooi van mij. Hier allemaal zooi. Zooi, zooi, zooi. En daar allemaal zooi. En hier allemaal zooi. En het moet allemaal ingepakt worden. Want Stefan die gaat mijn spullen meenemen naar Nederland voor het grootste gedeelte. En ik moet verhuizen naar mijn broertje. Ik moet mijn tentenkamp daar gaan opslaan. Zoals Stefan dat zegt. Vanavond vertrekt hij wat. Wat ik gisteren heel verschrikkelijk vond. Maar vandaag ben ik al een klein beetje aan het idee gewend. Ik denk niet dat ik naar het vliegveld mee ga om drama te voorkomen. Maar dat beslis ik later wel eventjes. Nou, het is klaar. Het is gebeurd. Vakantie zit erop. Nou ja, ik heb nog 2 weken vakantie. Ik verblijf bij mijn broertje en ik ga gewoon chillen in Hongkong. Maar Stefan gaat terug. Dit is hoe de hotelkamer er nu uitziet. Het is toch wel een stuk opgeruimde. Kijk, we hebben weer een vensterbank om op te zetten. Doei uitzicht. Doei doei. En dan la la la, het bed. En Stefans handbagage, waar hij allemaal rotzooi van mij meeneemt. Kijk, dit is ook weer allemaal leeg. Slippers doe ik zo meteen aan. Die liggen hier. De tafel is weer leeg. Koffer. Er komen nog allemaal spullen bij die bij mijn broertje liggen. Mijn backpack. Oh, dat zie je echt helemaal niet. Nou, mijn backpack ligt dus hier. Dit is hem. Ik zal jullie een van deze dagen laten zien wat er allemaal in zit. Mijn rugzak met mijn laptop en camera's en zo. En we hebben een hele tas vol met eten. Dan neem ik toch wel even mee naar mijn broertje. Want ik ga geen paaseitjes of koetjesrepen weggooien. Of Tim Tams, hello! Nou, nu nog even uitchecken. En dan zijn we bij mijn broertje in 3, 2, 1. Hi Nish! Hi! Hi. Hoe voel je je over dat ik je huis overneem met mijn tentenkamp? Nou, het is er nog niet. I have a wait and see policy. Ja, ik moest alvast alle spullen daar neerleggen, dus dat ga ik vanavond doen. Is dat oké? Ja, want anders staat het bij de deur. Ja, anders. That's not cool. Kijk, zo. Nee. Nog even eten voordat Stefan weggaat. We hebben allebei partij genomen. En ik krijg van Stefan alle garnaaltjes, alle tofu, want dat lust hij allemaal niet. Jammer! Stefan gaat weg en kijk wat voor shirt hij aan heeft. It's unfair. Het is oneerlijk. Hoe kan je serieus dit shirt aantrekken op de dag dat je weggaat? How? Ja, hij heeft niks te zeggen. You have nothing to say for yourself. Ja. Nou, doei schatie. We brengen wel naar de metro, toch? Ja, ja, dat is een good idea. Ik wou net zeggen, van ja, hier, kun je hier zitten en hij moet. Ja, ik wou hier zitten. Door drama. Goed idee voor Nies. What up? Goed idee voor Nies. Nou, Stefan is weg. En het is echt K. Ik kan er niks anders van maken.
Het valt nu denk ik nog mee, maar morgen dan ga ik heel veel afleiding zoeken in het maken van een hele leuke festival outfits video. Mijn ouders gaan morgen ook vertrekken. Sucks man. Echt, ik kan niks anders zeggen. Nou, dit is mijn nieuwe bed. Als je het mij vraagt, super deluxe voor een woonkamerbed. Echt heel chill. Nies gaat zo slapen, want hij moet morgen werken. Dus ik ga deze vlog alvast afsluiten, zodat ik straks niet door zijn slaap heen aan het kletsen ben. Dankjewel voor het kijken. Als je meer afleveringen wil zien, dan kan je hiernaast alvast een vorige aflevering vinden. En een afspeellijst met allemaal treffende vlogs. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan nu. Want dan krijg je alle updates automatisch binnen. Als je wel geabonneerd bent, altijd knuffels en panda hugs voor jou. Dankjewel voor het kijken. Morgen, de eerste dag zonder Steven. Maar ik heb hem net geappt. 56 nachtjes voordat ik weer bij hem ben. Yay. Oh, trouwens. Dit is dan meteen een kleine spoiler. Ik ga eind juni ga ik weer terug naar Nederland. En ik ga niet vertellen wat ik daarna ga doen. Maar dan weet je dat in ieder geval. Dus ik ben een maand in Thailand en dan ga ik weer terug naar Nederland. Dan weet je dat alvast. Voor de mensen die dat al gevraagd hebben in de comments. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen.